Drie van de 10 rotjes, pijlen en ander vuurwerk dat je in de winkel kunt kopen is gevaarlijk. Dat blijkt uit een groot vuurwerkonderzoek. Sommige kinderen zijn er helemaal gek op, vuurwerk. En je zou denken dat je, als je het in de winkel koopt, het in ieder geval veilig is. Maar dat blijkt niet waar te zijn. Maar liefst 30% van het verkochte vuurwerk is onveilig. Het gaat om vuurwerk dat bijvoorbeeld makkelijk omvalt als je het neerzet en dan de verkeerde kant op schiet. Of al knalt op gezichtshoogte en dus niet pas als het hoog in de lucht is. En in sommige gevallen knalt het zelfs al nog voordat het is aangestoken. Ga dus altijd voorzichtig met vuurwerk om. Blijf op afstand en raap nooit oud vuurwerk van de straat op, zeggen de deskundigen. De regering vindt het erg dat er dit jaar nog steeds zoveel onveilig vuurwerk is. Ze hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om dat te voorkomen, maar dat is dus niet gelukt. Want dit jaar is er nog steeds evenveel gevaarlijk vuurwerk als vorig jaar. Ook kopen nog veel mensen verboden vuurwerk. Dat kun je hier niet in de winkel krijgen, maar wel in het buitenland, bijvoorbeeld in België. Dat is illegaal vuurwerk. Dat is vuurwerk wat een ander kruid heeft, een andere samenstelling. Veel explosiever, veel krachtiger en het heeft een enorm effect. Om te laten zien hoe gevaarlijk dat verboden vuurwerk is, gaven de deskundigen vandaag in Rijswijk een demonstratie voor journalisten. Deze rugtas zit vol met verboden vuurwerk. Door die aan te steken wilden de deskundigen laten zien hoe zo'n kleine tas vol voor een enorme klap kan zorgen. En let op, dat is best hard.